Dat was Jan Vos. Tenminste, Jan Vos in zijn rol van Oom Rudolf op een Bert en Ernie plaat. Dit wat betreft de informatie. Weet je, ik ga meteen even bellen. Ik ga bellen. Daar knap ik van op. Bellen. Wie zullen we nu? Wie zal ik bellen? Kijk, het is namelijk zo. Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen? Dat zal ik zo zeggen. Dit is namelijk. Ik heb namelijk. Precies, in de krant van gisteren. Dus heb ik dat meteen in één klap gedaan. De krant van gisteren, en wie zullen we nu weer eens bellen? Want gisteren stond daar in een aantal kranten. Ja, wat is er met die krant van gisteren? Dat zal ik u zeggen. Nou, wij bladeren in het nieuws van. Nee, ik blader alleen, ik blader niet. Toen ze al te melden. Nou ja. Nee, het gaat om een advertentie die. In de Volkskrant stond en in het Algemeen Handelsblad. En die van gisteren. En dat ging als volgt. Dansers gezocht. Spoed. Het Nationale Ballet zoekt per onmiddellijke dansers. Ja, theaterpraat behandelen we dan. Als ik die advertentie even lees, zult u zien dat het over theater gaat. Vandaar deze jingle. Theater. Theaterpraat. Ja. Iets zachter graag. Mag ik even nu weer? Ja? Ja. Gesprekken in en om het podium. Ja. Ja. Ach, ja, waar wat jingles aan draaien. Deze rubriek van wie zullen we nu weer eens bellen heeft. En dat is gecombineerd met theaterpraat. U spreekt met Jacques Plafond van de VPRO-radioprogramma Ronflonflon. Ja. En u bent nu live in de uitzending. Gaat u daarmee akkoord? Was al besproken, geen probleem. Ah, was al besproken. Zie je, wordt allemaal vooruit gedacht. Nee, het gaat namelijk om de advertentie die ik aantrof in de krant van gisteren. De krant van het Nationale Ballet zoekt per onmiddellijk dansers en danseres voor medewerking onder leiding van choreografe Margot Sappington aan de operette Poire Belle Hélène aan de Nederlandse Opera Stichting. Ervaring op het gebied van jazzdans strekt tot aanbeveling de repetitieperiode van 12 februari tot en met 14 maart. Oh ja, waarom lees ik nou voor? U kent hem natuurlijk zelf ook wel. Maar het ging erom dat de auditie vandaag was. Gisteren en vandaag, ja. Oh, vandaag ook? Want dat wou ik nou juist, want die handelsblad stond hier ook. En toen dacht ik, hé, als het nou dezelfde is, want er staat dinsdag 12 februari om 1:30. Maar ik wou vragen namelijk, kwam men dus nu pas op het laatste moment tot de ontdekking dat er te weinig dansers waren voor die productie? Nee hoor, maar door een aantal ziektegevallen en blessures was het wel aanwezig bestand wat uitgedund. Oh, en hoeveel? Dat we met spoed een extra aantal dansers. Ja, ik wou graag ook even uitpraten. Het gaat namelijk. Over hoeveel dansers gaat het en danseressen? We zoeken in totaal 12 dansers en danseressen. Dus er zijn 12 mensen onwel geworden tijdens de eerste. Toen ze hoorden dat ze dat stuk moesten dansen of zo. Is dat zo? Dat denk ik niet. Nee, maar 12, dat is nogal een aantal. Is er een ziekte uitgebroken onder de. Ik vind het zoveel. Ik vind het echt zo. Het deed me zo paniekerig aan, zo'n advertentie meteen vandaag. Dus niet volgende week of zo. Maar. Nou, aangezien de repetities vandaag moeten beginnen. Is het wel enig spoedeisend dat die mensen snel bij elkaar gehaald worden. Maar werden die mensen op het laatste moment dan ziek? Nee hoor, er is een aantal ziektegevallen en een aantal mensen die van buiten afgerecruiteerd waren die op het laatste moment hebben afgezegd. Aha, daar wou ik heen, ja. En wat voor stuk is het eigenlijk? Want het gaat hier over jazzdans strekt tot aanbeveling. Is het maar ik dacht dat het Nationale Ballet niet jazz deed, toch? Het is ook een dansmedewerking aan een productie van de Nederlandse Opera Stichting. Maar wat is geen productie van ons. Hé? Maar wat is het voor stuk dan? La Belle Hélène is een operette van Offenbach. Hebba. Is dat nou nodig om zoiets te gaan dansen? Dat zou je aan de Nederlandse Opera Stichting moeten vragen. Ja, maar u bent toch perschef, meneer Casper van Noppen? Van het Nationale Ballet, ja. Oh, u bent van het Nationale Ballet? Oh, en u verleent medewerking aan die productie? Zeker. Aha. Is dat nou wel zo'n goed idee? Dat is een van onze subsidievoorwaarden. Oh, dat moet. Om een aantal malen per seizoen dansmedewerking te verlenen aan de Nederlandse Opera Stichting. Ah, zo leer je nog eens wat, hè? Ja. 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 Misschien kunt u zelf ook iets een vraag formuleren, want ik sta een beetje met mijn bek vol tanden eigenlijk. Ah, hoe kan dus dat als, nou? Als u zelf een vraag formuleert, dan kunt u hem ook zelf beantwoorden. Als u misschien weet hoe laat het is. Nou, het is nu 3:17. Ja. Blijf even aan de lijn, want ik wou nog iets. Maar. Met zijn bek vol tanden. En de laatste vraag nog even. Heeft u mensen gevonden? Gisteren zijn er bij de eerste auditie in principe 4 of 5
al aangenomen en de rest komt uit de auditie van vandaag, als het goed is. En als er dan nog maar 4 uit de auditie van vandaag komen, wat dan? Dan zijn er dan nog 4. Zijn er een aantal reserves uit de auditie van vandaag die in principe ook geschikt zijn. Zo gaat het. Ik denk dat we het vandaag rond hebben. En dat de repetities morgen kunnen beginnen. Ja. Ja, ik weet niet of ik u nou succes moet wensen, want u bent zelf geloof ik ook niet zo gelukkig met die hele gang van zaken, hè? Als ik, u klinkt nogal mat. Maar ik ook, hoor. He, ik ben ook een beetje mat vandaag. Oh, wat gelukkig. Ik ben bijzonder gelukkig als we vandaag 12 dansers en dansers met elkaar hebben. Want daar ging het om. Maar verder gaat alles goed wel. Ik dacht het wel. Ja. Met u ook? Nee. 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 Nog matter dan ik dus. Wat zegt u? Nog matter dan ik. Ja, er zitten al dus vervelende... Nou, mag ik ondertussen ophangen dan? Lijkt me uitstekend. Ja? Vindt u het erg als ik nu uw interessante betoog even onderbreek? Want het is tenslotte een muziekprogramma. Nou, dan moet u daar nodig mee verder gaan met de muziek. Ja, hè? Ja. Dank u wel, meneer Van Noppen. Dank voor de reactie. Tot ziens. Dag. Ik hoor op te gooien. De post. Ja, dat is een gesprek van niks, wat? Vond ik dit. Plafondsbrief? Net zo goed had ik net zo goed niet kunnen voeren. Nou, om op de vlakte houden. Ik dacht dat er heel iets achter zat. Is natuurlijk ook zo. Beste Jacques. Oh, lieve Jacques heb ik ook wel eens. Dier Jacques. Nou, ik heb ook echt een kunstgebit opgestuurd. Van een kunstgebittenreparatie. Die hebben ook al veel brieven. Nu krijg ik een compleet kunstgebit met mijn portret in het bodemplaatje gevat. Heb ik niet nodig. Ja. Toch, maar bedankt. Dit is een brief en die gaat helemaal... Die wil het woord gij voor... zal ik even... Kan ik het even behandelen? Deze brief moet you beslist behandelen, anders mist de mensheid veel te veel. In deze brief wil ik nader ingaan op het probleem you. Tevens wil ik een bijdrage... Wat een lange inleiding. Een bijdrage leveren aan de Nederlandse taal. Ik stel voor het woordje you te veranderen in gij. Dit woordje met EI. Moet bij meerdere personen als gijs worden uitgesproken. En als je hij bedoelt, dan wordt het woordje als geit uitgesproken. Dus gij heb, geit stinkt, gijs roken. Fantastisch toch, vindt hij zelf. Afzender is R. Putman, pastoor. Van Angerenstraat 21, 7037 in Beek. Nou, dan heeft hij nog voor ze om de R te schrappen. Behalve in, ik kom daar niet uit hoor. Dan moet hij nog maar eens op terugkomen. Wat hoor ik nu? Is dit? Oh ja. Ja. Dat had ik eigenlijk zachtjes onder die dinges willen draaien. Maar die komt zeker net uit de discotheek, hè? Terwijl ik... Dat leek me zo leuk, radiorijm. Dat doen ze altijd zo bij de radio. Dat de muziek dan iets te maken heeft met wat je zegt. En ik had gedacht dansers gezocht. Met spoed, het Nationale Ballet. Met Twaar Belle Hélène van Offenbach. En dan Let's Dance eronder, dat je toch een beetje dan, een beetje verband met elkaar houdt allemaal. Mag dit, ik vind het niet zo, ik hoor liever Let's Dance van Chris Montes hoor. Hallo, meneer Proper. Rogier. Natuurlijk weer niet de juiste toon aangeslagen. Heel snel gepikeerd. Ja, dit is toch veel beter. Well, let's dance. Lijkt Phil Collins wel op drums, maar die moest toen nog geboren worden. Zo oud is dit plaatje al. Maar ik zit vooral te verkneukelen op de orgelsolo zo direct. Komt ie hoor. Ik had die orgel zo terug. Nee, nu neem ik er geen genoegen meer mee toevallig een keer. Terug, die orgel solo van Chris Montes wil ik nu horen. Of tenminste de organist van Chris Montes. Dat is zo tragisch. Dat je nooit weet wie dat... Af! Bowie, daar wordt het toch al mee vergeven. Ja, ik ga een ongeluk hoor. Zet dat aan. Even die orgel solo wil ik horen. Oh. Nee, is er niet.
klacht bij Haasbroek indienen. Net zo goed tegen een tafel praten. Ja. Ja, dat bedoel ik. Zie als je mij even kwaad maakt. Met effect is weg natuurlijk. Ik word ook zo rommelig. Ik wou zo graag nou eens een keer zo'n verzorgde uitzending maken. Wie weet hoe deze organist heet? Kunt u inzenden naar Ronflonflon, postbus 6, 1200 AA, Hilversum. Bij Bussum, dat vooral niet vergeten. En misschien is er een prijs aan verbonden, maar dat kan durf ik niet uit te zeggen. Daar heb ik ook weer klachten over. Ik heb een keer een prijs beloofd en dat mocht ik wel helemaal niet. Even kijken hoor, ik had toch een mooie radiorijm, had ik bedacht. Had ik niet voorbereid.